We zijn hier vanavond in het Els Museum in Beek bij de eerste editie van de Zuidborrel Westelijke Mijnstreek. De intentie van de Zuidborrel is drieledig. Enerzijds een intieme setting voor ondernemers, beslissers van organisaties in Zuid-Limburg. Anderzijds een mogelijkheid voor deelnemende bedrijven om hun relaties voor te inviteren. En op de derde plaats zijn er een drietal mediapartners aangesloten, waarbij de deelnemende bedrijven ook een stukje media-aandacht genieten. Een belangrijk item is de kleinschaligheid. 100, 120 gasten willen we bij elkaar brengen, meer niet. Van de andere kant is de animo vorig jaar aanzienlijk toegenomen. En op basis daarvan heb ik besloten om naast editie Westelijke Mijnstreek ook een editie Maastricht op te zetten. Vast onderdeel van de avonden is een presentatie van een vaak landelijke bekende spreker. En ik ben blij vanavond te mogen aankondigen de heer Theo Hiddema. En hij vertelt een verhaal over ethisch verantwoord ondernemen. De persoonlijke kant achter het strafrecht. De Zuidborrel Westelijke Mijnstreek is gewoon een geweldige bijeenkomst. Veel ambiance, iedere keer veel wisseling van mensen die aanwezig zijn. Goede sprekers, tenminste meestal heel goede sprekers, 90% van de gevallen. Ik moet eerlijk blijven. De hapjes zijn verzorgd. Ja, het is voor mij een heel leuk treffen, want je komt niet alleen toeleveranciers tegen, je komt ook klanten kom je tegen. Het is een mengeling, echt een mengeling van alles. Ja, de Zuidborrel is een lokaal initiatief, Beek en omgeving. Als ik even naar mezelf kijk, ben ik geboren en getogen toevallig in Beek. Dus mijn roots liggen hier, ook mijn zakelijke roots liggen hier. Dus toen wij het verzoek kregen om mee te doen als Akkon AVM, als partner binnen dit initiatief, heb ik eigenlijk geen seconde hoeven te twijfelen. De kracht van de formule is small, is klein, is lokaal, is intiem. En dat is wel hetgene wat je business-wise zoekt vanuit je roots om het verder uit te bouwen met de exposure die je wil als ondernemer.